Oemar, we staan hier na de wedstrijd Boussedoer-Antwerp. Die is geëindigd op een gelijkspel, 0-0. Jij komt er voor de eerste keer dit seizoen aan de aftrap. Maar scoren is niet gelukt. Wat is jouw mening over deze match? Ik vond dat we goed hebben gewerkt, heel de ploeg. Samengewerkt en ik vond het een goed resultaat. En jammer dat ik niet heb gescoord. Ja, jij kent Boussedoer al van vorig jaar natuurlijk. Altijd moeilijk om hier te komen. De supporters weten dat, iedereen weet dat. Maar dit seizoen staan ze zowaar op kop. Ja, dat is een goede ploeg. En zeker hier te komen winnen is zeker lastig. En één punt is eigenlijk goed voor ons. We moeten gewoon zien dat wij de komende twee matchen alles geven. En de drie punten thuis houden. En daarna zien we wel wat andere ploegen doen. Ja, de eindronde is mathematisch nog mogelijk. Geloven jullie er ook echt in? Ja, we geloven. Ik bedoel ook de eerste periodetitel. Ja, we geloven alles. We geloven erin en de hele ploeg gelooft erin. Dus we moeten gewoon zien dat we de komende matchen winnen. En geef het maar nooit in de voetbal en zien wat de andere ploegen doen. En gewoon blijven werken op trainingen, slechte punten verbeteren. En de komende matchen gewoon voluit gaan en voluit voor de drie punten. Oké. Ja, iets anders dan. Je hebt deze week niet alleen gevoetbald op de Bosuil, maar je bent ook op locatie geweest. Hè? Vertel eens. Ja, dat was wel schitterend om daar te gaan. En dat was leuk om twee klasgenoten om daar te zien. Maar... In de gevangenis in de Begijnenstraat, voor alle duidelijkheid? Ja, en daar, dat was wel eens raar, want we zaten 3 jaar geleden in de klas en nu zie ik die daar. En ik moest zelf training geven aan hun, dus dat was wel een beetje lastig om hun daar te zien. Maar ja. Het is hun leven, maar dat is wel leuk met Omar en dat is wel goed. Ja, denk je dat hij zo'n een verschil kan maken voor die jongens daar? Ja, zeker, want die jongens zitten daar 23 uur in hun kamer. En dat was wel goed. Je zag dat die jongens rustig waren en dat die meegingen met ons voetballen en amuseren. En ik vond dat wel redelijk goed. Heb je wat talent gespot misschien? Ja, tuurlijk. Mijn twee klasgenoten van een paar jaar geleden. Dus ik hoop dat die daar snel weggaan.